Beste kijkers, goedendag. Ja, vooral landinwaars is de afgelopen nacht een laagje sneeuw gevallen. En nou is er wat wonderlijks gebeurd. Ik heb het nog niet vaak gezien, maar ik heb er wel een aantal foto's van binnen gekregen. Bijvoorbeeld hier de sneeuw op een autoruit. Ja, die is gaan smelten. Die is naar beneden gezakt, zeg maar. En die heeft zijn eigen opgerold als een sneeuwrol. Vond toch wel een wonderlijk plaatje. Ik heb het nog nooit gezien. En nogmaals, ik heb van een aantal mensen zo'n soortgelijke foto binnengekregen. Nou, de volgende foto mag hij ook zijn. Die is genomen door André Nijenhuis uit Barendrecht. Die was vanochtend uh, met de hond op stap en maakte deze foto van uh, ja, de sneeuw nog hier zo op de velden. En toen nog een grijze lucht, maar daarna klaarde het uh, breed op. Nou, als we kijken naar het wereld voor vanavond en vannacht, ja, dan gaan er af en toe een aantal buien vallen. De kans op wat hagel of natte sneeuw gaat toenemen, maar de regen heeft duidelijk de overhand. Temperaturen zakken land naar 2. 3 graden, het kustgebied een graad of 4, en daar ook de meeste wind, een windkracht 5 of 6 uit het noordwesten. Ja, dan morgen overdag, de donderdag, dat is een dag met een wisselende bewolking. Dat betekent dus zonnige momenten, maar ook perioden dat bewolkt is. Ja, en dan valt er een regen, hagel of misschien wel natte sneeuwbui bij temperaturen van zo'n 5, 6 graden maximaal. Tijdens een winterse bui is het gewoon koude En de waait een matige wind, meestal windkracht 3 of 4, alleen langs de kust. In de ochtend staat er nog een krachtige wind. En de wind komt uit het noordwesten. Nou, de dagen na morgen zien we op vrijdag nog een winters buitje bij een temperatuur van een graad of 4. Opvallend, in de nacht na vrijdag krijgen we lichte vorst, min 2. Zaterdag een droge dag, overdag een paar graden boven 0. S'nachts lichte vorst. Zondag lijkt de kans op een winterse bui weer toe te nemen. Ja, dat zal dan al gauw een sneeuwbuitje worden. Dan ook een graad of twee, s'nachts twee graden onder nul. Ja, u ziet het, een beetje kwakkelweer. Overdag lichte dooi en s'nachts lichte vorst. En daar komt dus begin volgende week nog geen verandering in. Nou, Ten slotte nog de volgende fraaie foto. Gemaakt van de elektriciteitscentrale op de Maasvlakte. Maakt u nou ook van dit soort mooie foto's? Nou, u weet ondertussen vast het adres, het webadres waar u het heen kunt sturen. U ziet het hier zo links onder in beeld. Daar kunt u uw foto's uploaden. Maak er nog een mooie dag van. Heel graag tot morgen.